En soms vraag ik me wel eens af, stel ik had geen beperking gehad, had ik dan al meerdere vriendjes gehad? Of... Gadverdamme, ik moest hier niet aan denken, gewoon misselijk. Toen heb ik echt een ziekste paniekaanval gehad, oh, per direct. Ja joh. Ik ben Denise Anna en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tot het Uiterste. Vandaag heb ik weer een nieuwe gast. Ik zit namelijk tegenover Eva. Hallo. Welkom. Dankjewel. Wat leuk dat je er bent. Ja, thanks. Leuk dat ik mag komen. Ja, tuurlijk. Hey, ik heb eigenlijk in mijn podcast elke keer dezelfde vraag. En dat is, wanneer ben je voor het laatst tot het uiterste gegaan? Voor het laatst. Even denken hoor. Wanneer ben ik voor het laatst tot het uiterste gegaan? Kan mentaal, fysiek, wat je wil. Maakt niet uit. Nou, dat is eigenlijk pas een week geleden misschien wel. Goh, vertel. Ja, zit ik ineens te denken. Nou, ik rij zelf auto. Ja. Ik heb een aangepaste bus. En dat doe ik al 8 jaar of zo. Okay. En ik gebruik ook een elektrische rolstoel vanwege mijn lichamelijke beperking. Mm-hmm. En die kan in de bus. Dus ja, dat ik zelf kan rijden en dat die rolstoel daarin mee kan, dat is ultieme vrijheid voor mij. Ja. Want ik kan niet zomaar met het OV en taxi ben je natuurlijk afhankelijk van. Dus die bus is best wel een heiligdom wat dat betreft. Ja. En dat is even context. Dus dat die bus die betekent alles voor mij. Dat is belangrijk om voor dit verhaal te weten. Ja, ja, ja. En die bus die ik dus... reed. Dat was een Volkswagen Transporter T5. Oh, dat zegt mij allemaal niks, joh. Die was, ja, een bus. Een bus, een ja. Bus. Oh, ja. En die was destijds tweedehands gekocht. Volgens mij officieel kwam die uit 2011. En hij had inmiddels bijna 4 ton op de teller staan. Dus hij was best wel aan het einde van zijn Latijn. En om die reden had ik een nieuwe besteld. En die was bijna klaar, want die moet dan nog omgebouwd worden als die binnenkomt natuurlijk, ja. Zodat ik ermee kan rijden. Mm-hmm. En ik zou hem eind deze maand in ontvangst gaan nemen. Daar keek ik natuurlijk ontzettend naar uit. Moet ik tegelijkertijd ook wel zeggen dat ik mijn oude busje toch... vind ook wel altijd een beetje verdrietig dat je zo'n ding dan... Ja. De eerste auto, weet je wel. Ja, dus gaat toch, in. Je hebt er een band mee. Hij heeft mij echt overal in het leven gebracht. Ja, ja, maar snap goed, ik. Dus ik was al mentaal een beetje zo de laatste ritjes met die bus aan het doen, weet je wel. Een afscheid aan het nemen. En toen wilde ik vorige week vrijdagochtend gaan sporten. En ik moest om 10:00 daar zijn. Dus ik reed rond 9:30 bij mij thuis weg. Ja. En ik heb mijn bus altijd in een parkeergarage geparkeerd. Op de -2. En als je de parkeergarage wil uitrijden, dan moet je zo'n helling op. Een soort van hellingproef. Ja. En ik sta daar en dan moet ik het pasje zo ervoor houden. En toen wilde ik gas geven. En toen... Nou, er klonk gewoon een hele harde knal. Oh, echt hard. En in een parkeergarage klinkt het waarschijnlijk nog 10 keer harder. Maar goed, daardoor was hij echt hard. Jo. Toen remde ik. En toen dacht ik, oké. Wat doe ik nu? En ik stond nog in de drive. En toen liet ik de rem los. En toen rolde de auto naar achter. Oh my god. Toen dit is je grootste nachtmerrie. Oh. Dit kan gewoon echt niet goed zijn. Nee. Maar per direct panikeerde ik volledig. Want... ik dacht, dit is gewoon heel erg kapot. Dat voelde ik echt en hoorde ik ook aan alles. Ja, ja. B, dit gaat niet zomaar gemaakt worden. Plus, waarschijnlijk super duur zijn. C, ik heb eigenlijk pas over een maand mijn nieuwe auto. Dus dat zou betekenen dat ik een maand zonder auto zat. Ja. En toen, ik weet niet, ik kreeg een mega error. Toen heb ik echt een ziekste paniekaanval gehad. Oh. Per direct. Ja, joh. Ja, omdat ik... Ach. Ik weet niet. En ik stond daar ook in mijn eentje in die parkeergarage. En die auto deed helemaal niks meer. Kon geen gas meer geven. Maar en je reed naar achter en raakte iets? Ja, toen kwam ik onderaan wel tot stilstand. Want ik kon nog wel remmen, gelukkig. Oké, oh fijn. Maar ik kon verder gewoon helemaal niks meer. Nee. Dus op een gegeven moment kwam ik zo tot stilstand daar. En toen begon ik gewoon heel hard te huilen. En ja, de paniekaanval gewoon zoals we hem kennen. Hyperventileren. Ja. En ik dacht, ik wist gewoon echt niet wat ik moest doen. Normaal kan ik redelijk goed een soort van stappenplan maken, maar... Helemaal dus blackout. Gewoon. Ik heb gewoon per direct mijn vriend gebeld, maar ik was zodanig, zeg maar, dat je niet verstaanbaar bent. Dus dan zo van, mijn... Oh, no, yes, yeah. Oh, is je vriend ook helemaal in paniek waarschijnlijk? Van, joh, heb je een ongeluk gehad? Wat is er? Nee, niet? Hij is echt gelukkig die opposite. Dus hij was gewoon heel rustig. Hij zei, rustig ademhalen. Wat zeg je? Even ademen. Ja. Dus hij zei, mijn auto doet het niet meer. Oh, dus hij zei, oké, kom er nu aan. En hij werkt in Amsterdam en ik woon in Amsterdam. Dus hij was gelukkig dichtbij. Maar goed, ik stond dus wel nog steeds bij die uitgang van die parkeergarage. En toen dacht ik al, als er niemand uit moet. Ja, wacht maar even hoor. Sorry. Dus op een gegeven moment kwam er inderdaad een auto achter mij. Maar ik ging sporten, zoals ik al zei. Dus ik had geen make-up op. Mijn haar zat zo. Ja. Dus ik stapte ook uit die auto naar die auto. Ik zei, meneer, het spijt me. Maar... Oh. Dus die man die keek ook zo van, are you okay? Ja, rustig. Ja. Dus zei ik, ik ben gewoon even heel verdrietig. Mijn auto is gewoon kapot gegaan en bla bla. Maar ik zei, als je me misschien even kan duwen, dan kunnen we de auto even aan de kant zetten.
En dat heeft hij ook gedaan. En dat ging gelukkig heel soepel. Oh, en toen zei hij, kan ik nog iets voor je doen? Toen zei ik, nee, komt goed. Mijn vriend komt eraan. Ja. Dus toen was hij weg. En toen kwam er een vrouw naar beneden. En die zei van, die komt bij die bus. En die zegt van, is je bus kapot? Dus ik zo van, ja. Toen zei ze, ja, mijn man belde net dat er een heel verdrietig meisje in de parkeergarage stond. Oh. Dus ik denk dat hij bij het buitenkomen zijn vrouw had gebeld. Joh, even checken in de garage, want... En toen uiteindelijk, nou echt... 5 minuten was Joost, mijn vriend, er. En toen hebben we gewoon samen die auto weer terug op zijn plek geduwd. En toen zijn we even weer naar binnen gegaan. Nou, even nog hard gehuild en goed geknuffeld. En toen de ANWB gebeld. En uiteindelijk is het ook allemaal goed gekomen. Maar het was echt lang geleden dat ik zo, zo erg paniekeerde gewoon. Ja? Gewoon, ik weet niet, ik denk dat het en de klap was. Die knal alleen al, daar schrok ik dus denk ik ook gewoon van. Ja, ik schrok ook van schrik hoor, tuurlijk. Dus dat was echt, ja, poeh. Ach man, en nu heb je een nieuwe bus? Nou, dus wat ik al zei, eigenlijk zou ik de nieuwe pas binnen een maand, over een maand kunnen krijgen. En nou ja, ik heb natuurlijk meteen gebeld om te kijken wat de mogelijkheden waren. Want hij was al zo goed als klaar. Er moesten alleen nog een aantal keuringen, et cetera. Ja, lang verhaal, maar goed, gedaan worden. En toen zijn we gewoon met z'n allen gaan bellen naar alle instanties. En nou ja, mijn auto is aangepast bij Bever Autoaanpassingen. En zij zijn echt de beste. Zij weten ook gewoon supergoed hoe belangrijk de bus is voor mij. Dus nou ja, zij hebben gewoon heel erg hun best gedaan. Oh. En toen uiteindelijk op vrijdag gebeurde het. En toen heb ik op woensdag de nieuwe bus kunnen ophalen. Dus uiteindelijk was het letterlijk misschien ook wel een beetje geluk bij een ongeluk. Wat lief. Ja. Wow, wat goed dat ze dan zo snel te kunnen aanpassen. Ik heb nog geen week zonder bus gezeten. Ja, fijn. Nou, dat had ik toen op het moment dat het gebeurde niet bedacht. Nee, niet toen dacht dit wordt niks. Ach, jeetje. Dus, maar ik ben ook heel erg benieuwd, zeg maar, want zo'n aanpassing in jouw bus, hoe ziet dat eruit? Ja, ik noem het zelf altijd een beetje Mario Kart Real Life, want ik rijd namelijk met een joystick. Oh, serieus? Ja, ik raak het stuur niet aan. Ik raak de gaspedalen niet aan. Ja? Maar ja, ik zit gewoon zo in de stoel van de bestuurder. Ja? En onder mijn linkerarm, want mijn arm voor de luisteraar, die gaat dus tot... nog voor de elleboog, zeg maar. Ik heb ook geen handen. Die leg ik eigenlijk op de joystick. Mm-hmm. En als ik hem naar voren duw, geef ik gas. Als ik hem naar achter trek, dan rem ik. Okay. En links is gewoon links en rechts is gewoon rechts. Dus je hebt en gas en rem en sturen op de joystick. Okay. En aan de andere kant zit een paneel met... het is bijvoorbeeld een automaat, dus ik hoef hem alleen maar in de drive te zetten. Of natuurlijk in de reverse. Knipperlicht zit daar, mijn lampen zitten daar, de tutor zit daar, de cruise control die ik in de nieuwe auto heb zit daar. Joh, oké. Ja, en op die manier, mijn voeten gebruik ik dus ook niet. Nee, dat en op die manier, niet. Ja, het rijdt ook echt mega lekker, kan het iedereen aanraken. Het klinkt wel heel relaxed, gewoon even één joystick en je kan alles. Mijn moeder zei ook van, in het begin, je bent een buschauffeur, zei ze. Je zit ook best zo relaxed, zo lekker te chillen. Ja, je ziet me af en toe gaan hoor, en dat stuur je. Toch? Is wel zo. Ja, want dus heel inderdaad even over jouw armen en jouw benen, voor de mensen die niet weten. Kan je even uitleggen inderdaad wat je hebt? Ja, dat is... Echt een saai verhaal dus. Maar ik ben er dus mee geboren. Nou, vind je, saai, sorry. Ja, het is niet dat ik met een haai of zo heb gevochten, weet je wel. Oh, nou, jammer inderdaad. Ja, dat was wel een beter verhaal geweest. Nee. Soms zeg ik dat wel eens als mensen op een feestje aan mij vragen inderdaad. Van, wat heb je dan? Zeg ik, nou, je had die haai moeten zien. En dan zie je ze zo van, oh my god, is dit nou echt of niet? Ja. Weet je wel, ze durven dan niet meteen zo. En dan zeg je, ah, grapje. Nee, ja, het is dus een saai verhaal, maar nog steeds zo geboren. Ja. Ik heb kortere armen en kortere benen inderdaad. Ik ben in totaal 1,14 meter. En ik heb ook geen knieën, maar wel voeten. Dus ik kan wel lopen, maar niet super lange stukken. Daarom gebruik ik ook weer de elektrische rolstoel. Ja. En 2 kortere armen tot boven de elleboog aan beide kanten. De linker is iets langer dan de rechter. Okay, en ook weer zonder handen, maar... Het zijn puur en alleen de armen en benen. Ja, precies. En papa zou zeggen, het koppie. Maar dat is natuurlijk gewoon, Ja, precies. Oh, je bent dus inderdaad zo geboren. Ja, precies. En merk je zeg maar ook daardoor dat je dingen in het leven niet kan of zo? Dat vroeg me af. Ja, tuurlijk. In die end wel. Ik bedoel, ik kan niet zelf persoonlijke verzorging uitvoeren. Zoals douchen, aankleden, haren doen. Ik kan niet goed koken. Ik kan niet fietsen. Maar ja, goed koken kan ik ook niet. Hoor, dus. Mijn vriend kan heel goed koken. Ja. Shout out naar Joost. Doe je maar een piece op editen. Goed. Even denken, wat kan ik nog meer? Nee, maar inderdaad, gewoon inderdaad je uiterlijke verzorging, douchen en zo, dat ook niet? Nou, want ik kom er gewoon letterlijk niet bij, zeg maar. Dat is het. Ik kom gewoon niet hoog genoeg bij mijn hoofd om de shampoo erin aan te brengen. Of het af te drogen. Ik kan de borst ook niet vasthouden, dus ik kan me niet doorheen halen. Maar ik kan bijvoorbeeld wel weer zelf make-uppen, want ik heb dus een elastieke bandje. Die heeft mijn vader gemaakt toen ik klein was. Die doe ik om mijn arm. Mm-hmm. En er zit een gleufje eigenlijk aan de bovenkant van het bandje. En daarin kan ik mijn vork...
of mijn lepel steken, maar dus ook mijn eyeliner, mijn mascara. Ja. Dus dat vind ik wel super relaxed. Want ik ben wel best picky over... Ja, ik vind het toch wel leuk om er goed uit te zien. En ik vind het ook echt jammer dat ik mijn haar niet zelf kan doen. Maar goed, ik ben blij dat ik make-up in ieder geval wel zelf kan. Ja, precies. Dus het is inderdaad grotendeels persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken. Maar ja, dat is ook niet altijd super erg misschien om het zelf te kunnen. Nee, ja. Fietsen, wat ik al zei. Maar ja, ik ben ook vet slecht in rekenen. Dat kan ik ook niet. En, snap je? Dus het zijn ook gewoon dingen die iedereen natuurlijk wel en niet kan. Ja. Maar wegens fysieke conditie inderdaad zijn sommige praktische handelingen, om maar zo te noemen, moeilijker. Ja, precies. Ja, klopt. Maar je hebt misschien ook wel voordelen? Of in ieder geval zeker. Dingen, ja. Ik sta overal in Amsterdam gratis met die bus. Kijk. Parkeerontheffingen alom. Nou, huppatee. Ik mag echt vaak vooraan in de rij bij de club of bij een festival. Kijk. Kan altijd naar het invalide wc, waar bijna nooit een rij is. En die zijn ook vaak schoon. Ja. Ze vragen bijna nooit om mijn idee of whatever, weet je wel. Als ik sowieso ook... Nee, nou is dat ook nooit inderdaad toen je jonger was? Zelden, echt niet vaak. Ja, en ik heb ook dus best wel vaak dat ik op een festival kom en dan moet ik een andere ingang, omdat de hoofdingang niet toegankelijk is of trappen heeft of een drempel of wat dan ook. Mm. En dan scant dus niemand je ticket bij die andere ingang, want dan zijn ze zo... afgeleid of zo. Oh, echt? En dan verkoop ik altijd snel die ticket nog op TicketShop. Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Oh, nee. Ja. Wat heerlijk. Ja. Wat top. Ik zou dat ze altijd gewoon zo doen. Dus dat soort dingen doe ik ook wel. Oh. Ja, nee, zeker. En het is ook gewoon echt zo dat... het heeft me ook heel veel gebracht in het leven. Ik had mijn vriend niet gekend als ik geen beperking heb gehad. Want ik ken hem via een skireis voor mensen met een beperking, waar zijn vader skileraar is. Oh, joh. Maar ja, dan was ik natuurlijk nooit mee naartoe gegaan als ik geen beperking had gehad. Nee, precies. Dus, en ik heb sowieso heel veel vrienden leren kennen vanwege mijn beperking. Ik heb ook best wel veel werk te danken aan mijn beperking. Dus het is natuurlijk... het is een gekke vraag. Als ik ervoor kon kiezen, weet ik niet of ik er op voorhand voor heb gekozen. Maar als je nu zou zeggen, je kunt een pilletje nemen waar je armen en benen helemaal door krijgt, weet ik ook niet of ik hem zou nemen, snap je? Ja, zo. Ja, precies. Het is niet dat ik ongelukkig ben met mezelf. Nee, je hebt er inderdaad heel veel leuke dingen ook wel door. Ja, ik heb een superleuk leven. Ja, het is alleen zo dat als die bus dan dus stuk gaat, dan stort heel even je wereld in. Ja, dus het zijn, ja, precies. Dan voel ik me wel heel erg beperkt. En dan baal ik er natuurlijk wel heel erg van. Ja, precies. Precies, snap ik. Maar heel even over jouw vriend. Je hebt een programma, of een format heb jij gedaan, waarbij je ging daten. Eerst voordat je vriend had trouwens. Ja. Tijdens je dat vriend. Dat maak ik nu. Ja, nee. Dan daten met Jan en allemaal. Nou ja. Maar vertel, wat was dat? Wat was dat voor een format? Ja, dat was het. Ik heb inderdaad de BNNVARA Academy heb ik gedaan. Ja. In 2018 uit mijn hoofd. En toen daarna mocht ik inderdaad een YouTube-serie maken. En dat heette Weet wat je deed. Omdat ik dus merkte dat niet alleen ik, maar iedereen om me heen gewoon struggled in de liefde. En ik wilde daar iets mee. Dus hadden we een serie gemaakt over... waarbij we eigenlijk langs gingen bij allerlei stellen die op allerlei verschillende manieren relaties hadden, waarbij allerlei verschillende factoren soms een uitdaging met zich meebrachten. Maar als in echt lichamelijk of alles soorten? Echt van alles inderdaad. Kon lichamelijk zijn, maar het kon ook een kinderwens zijn die niet lukte. Dus want dat was het ook. Ik wilde het niet alleen toespitsen op beperkingen, want... jij hebt misschien geen beperking, maar ik durf bijna te wedden dat je ook wel eens gestruggeld hebt. Tuurlijk. Snap je? Ja, dus tuurlijk. Ik wilde ook een soort van laten zien dat het niet alleen voor die mensen met een beperking zo precies. is. Dus dat. En daarnaast ging ik ook zelf op date met drie guys. Oh, wat eng. Dat is heel raar ook om op een camera met zo, op je neus. Dat is ook nog. Heel maf. Maar het was ook wel heel leuk. Ja, ik kan het nu niet meer terug... Nee, ik zou wel echt cringe als ik het nu terug zag. Maar toch was het ook wel heel erg leuk. En ik ben er ook serieus wel heel erg trots op. Ja? Ja. Want daar ken je vriend inderdaad dus niet van. Ik dacht, misschien ken je hem daarvan. En, Nee, daar heb ik uiteindelijk geen relatie aan overgehouden. Nee. Maar Joost is via zijn vader leren kennen. Ja, zo. Maar merk je ook inderdaad bijvoorbeeld met date of gewoon in het leven dat mensen je anders behandelen of... Ja, het verschilt heel erg per persoon. Dus... Je ziet ergens wel een beetje... Kijk, Joost, vader zit ook in een rolstoel. Ik denk wel dat het enigszins scheelt voor zijn beeldvorming naar mensen met een beperking dan iemand die bijna nooit in contact komt met mensen met een beperking. Die vinden het vaak toch ongemakkelijker, of die weten niet wat ze moeten doen. Wat je zo ergens ook weer niet kan verwijten natuurlijk. Mm-hmm. Ik merk ook dat we absoluut te maken hebben met vooroordelen. Als ik in mijn rolstoel ergens kom, denken mensen bijna altijd dat ik niet kan lopen. Terwijl ik kan best stukjes lopen. Dus dat is meteen al een aanname die gedaan wordt. Oh ja. Maar goed, nogmaals, het is ook vaak ontwetendheid. Mensen kennen het niet. Ik heb ook een beperking die nou niet per se heel veel voorkomt. Nee. Dus daarom snap ik het wel. En zeker heb ik ermee te maken. Maar het verschilt dus ook echt wel per persoon. Hm. En in mijn dateleven, als ik terugkijk, dan heb ik wel het gevoel... soms vraag ik me wel eens af, stel ik had geen beperking gehad, had ik dan al
meerdere vriendjes gehad? Had ik meerdere relaties al gehad? Had ik misschien op jongere leeftijd al een relatie gehad? Ja, dat je merkt vragen. Wel dat je op jongere leeftijd meer bezig bent met je status, weet je wel, en wie je bent. En ja, natuurlijk, als je puur bent, zo zeker, joh, hou op. Ja. Snap je? Dus dan ga dan maar eens daten met iemand met een beperking, terwijl je zelf al probeert soort van je hoofd boven water te houden. Ja. Dus dan, toen merkte ik het meer dan nu. Nu zijn we allemaal wat volwassener en weten we meer wat we willen. En nou ja, is het toch wel iets, ja, wat dat betreft, makkelijker in dat opzicht misschien geworden. Maar neemt niet weg dat ik wel denk dat het daten met een beperking ook veel mensen afstoot. Ja, zeker. Ja, precies. Ik zou liegen als ik zeg dat ik denk dat het niet zo is. Ja, ja, ik zal het niet. En dan kun je ergens wel zeggen, ja, die mensen zijn het niet waard. Dat is ook wel zo, maar ja, is dat zo makkelijk gezegd ook? Ja, zo? Dan denk ik, ja, nou, dan valt 90% af. Nou, ja, dan blijft er ook een lekkere vijver over. Ja. Ja. Nou, ik zou je zeggen, ik heb ook nog nooit een vriend. Zeg maar, ik heb nu een vriend en daarvoor heb ik geen vriendjes gehad, hoor. Nee, oh ja, echt? Ik deed het gewoon echt niet. Oh nee? Vreselijk. Wat dan? Ja, onzeker gewoon. Nee, gadverdamme. Ik moest je niet aan het denken. Gewoon misselijk. Oh, zielig. Ja, ik zei iedereen af. Ja, als ik een keer een date had. Nee, ik ging echt niet. Ja, ik moet je wel bekennen. Ik vond dates als via app was, vond ik heel eng. Omdat je dan inderdaad nog nooit wat ontmoet. Ja, nee. Maar als ik iemand gewoon organisch ontmoet, dus op een feestje of zo, dan vind ik het veel minder eng om nog een keer af te spreken. Omdat die eerste keer dan heel onbewust was. Ja, dat is, ja, is wel inderdaad. Ja, dat is zo. Dat herken ik wel op zich dan, dat gevoel wat je. Ja. Maar nu heb je wel, dus je wel gelukt. Ja, het is me gelukt hoor. Ik weet ook niet hoe, maar. Nee, echt waar. Tot die tijd echt. Nee, geen vriendje, geen date. Nee, echt. Nee, ja. Dus, nou ja, goed. Good for us. Ja, echt. Oh man. Hé, hey, maar ook even over de media. Want hoe ben jij? Je hebt natuurlijk die BNNVARA Academy gedaan. Ja. Dat is een opleiding voor de mensen die niet weten. Nou, jij kan het beter uitleggen. Dus, Je begon heel mooi. Ja, het is een opleiding. Het is een opleiding voor, ze noemen het altijd jouw weg naar de media of jouw weg in de mediawereld. Ja. En dat is het ook wel. Je wordt opgeleid tot mediamaker, programmamaker, presentatrice of presentator. En je moet gewoon iedere week een video aanleveren, althans op de afdeling waar ik zat. En dan moest je iedere week? Ja, iedere woensdag moest er een video zijn. Zo! Ook al was je hele draaidag in de soep gelopen, je moest gewoon met een video terugkomen. Oh mijn god. Dat jaar was ook alles in één. Het was het leukste en het verschrikkelijkste, snap je? Oh ja, echt, oh ja. Maar uiteindelijk de meest fantastische springplank oprecht voor als je in de media wil werken. Je leert er gewoon echt zoveel van en je mag fouten maken. En dat is gewoon heel leuk. Ja, goed, je wordt ook wel weer op je strepen gezet als je die fouten maakt. Maar je leert er gewoon heel veel van. Ja. Dus uiteindelijk, daar is het ooit begonnen, ja. Wat grappig. Ja. En toen ben je formats gaan produceren en daarmee gewoon op inderdaad YouTube dat gedeeld. En ja, toen heb ik inderdaad Weet Wat Je Deed gemaakt. Eva en de Eva's. En op een gegeven moment, want ik zat toen in loondienst bij BNNVARA. Oh, zo. Kreeg ik heel veel nevenactiviteiten aanvragen. Dus lezingen of dagvoorzitterschappen of wat leuk. Presentatieklussen. Alleen als je in loondienst bent, mag dat lang niet allemaal. En op een gegeven moment kreeg ik gewoon echt wel veel leuke dingen die ik dan moest afslaan. En toen dacht ik, ja, dit vind ik echt zonde. Dus toen ben ik gaan freelancen. Aha. En dat is echt mijn allerbeste keuze ooit geweest. Want nu, ja, kan ik gewoon alles doen. Ja, ik bedoel, als freelancer heb je gewoon zoveel vrijheid. Tuurlijk, hè, de klussen moeten er zijn en je moet gevraagd worden. Maar omdat ik dus die springplank had opgebouwd, kwamen die klussen langzaam maar zeker steeds meer. En ja, nu precies. Gaat het gewoon heel goed en doe ik gewoon heel veel leuke dingen. Ja. En dat is gewoon heel tof. Ja, heel vet. Ja. Want je bent dan echt presentatrice? Of zou je meer zeggen, influencer? Nou, laatst was ik ook op tv bij Tijd voor Max. En toen zei die redacteur tegen mij van, ja, wat zetten we als functietitel bij jouw naamplaatje? Want je doet zoveel. Ja, ik zat ook van, wat is het? Ik ben dan dagvoorzitter op grote evenementen. Dus de boel aan elkaar praten. Maar ik geef ook lezingen. En ik ben ook gespreksleider of moderator. Ik presenteer ook een podcast voor Fonds Gehandicapt Sport. Noem het maar op. Dus ja, nou, ik ben ook nog schrijver. Mijn boek dat komt ook nog inderdaad uit. Oh, morgen komt hij uit. Columnist. Ja, dus het is gewoon van alles wat. Ja, nou, mediamaker. Ja, vind ik wel. Vind ik een goede. Ja, vind ik leuk. Ja. Oh, je hebt ook nog een boek inderdaad geschreven. Ja. Die komt morgen dus uit. Ja. Wat spannend. Ah, zo teken. Waar gaat het over? Mezelf. Ja, natuurlijk. Ja. Het gaat eigenlijk voor mij gewoon over een vrouw van 27. Ik ben nu 28, maar ik heb het rond mijn 26 en 27 geschreven. Ja. Die eigenlijk gewoon van alles meemaakt in het leven, net als iedereen.
En tegelijkertijd komt ze soms ook wel gewoon in een situatie waar mensen met volledige armen en benen misschien niet altijd in terecht zullen komen. Mm-hmm. Maar dat is niet het uitgangspunt van het boek. Dat is meer een soort van sausje eroverheen, als het ware. Ja. En het boek heet dan ook: dit is geen boek van een meisje zonder armen en benen. Omdat dat het dus ook niet voor mij is. En dat ben ik ook niet. Nee. Want ik heb ze wel, alleen een stukje korter. Ja, inderdaad. En ik leef heel erg vanuit wie ik ben. Dus heel erg vanuit Eva. En ik tuurlijk hoort daarbij mijn lichamelijke conditie. Maar dat is niet de koker waar ik doorheen kijk, zeg maar. Precies. Nee. Oh, wat mooi. Wat bijzonder. Ja, ik ben heel benieuwd. Maar het is zo eng. Ja. Omdat je gewoon 2 jaar lang werk je daar dan aan. In je holletje, weet je wel. Ja. Een soort van super... Gewoon lekker. Ja. Lekker, in je huispakje met een knotje op je hoofdteentje erbij. Heerlijk, ja. En dan ineens zijn die 2 jaren dat je dat zo privé hebt gedaan van iedereen zo meteen. En dat is gewoon een gekke gewaarwording. Lijkt me ook heel gek. Het is ook zo persoonlijk. Het is niet even een fictie of non-fictie. Ja, fictie inderdaad. Fictie, ja. Ja. Nou, mijn moeder zei ook van... heb je wel nagedacht over de kritiek die je misschien kan krijgen? Ja. En toen dacht ik, oh ja, als die er komt, dan is hij nu wel echt gepersonaliseerd of persoonlijke kritiek. Want het is gewoon een heel persoonlijk verhaal. Het is persoonlijk, ja. Ik moet wel zeggen, ik krijg op mijn TikToks ook wel eens reacties dat ik dan denk van, dat is niet de meest leuke reactie. Nee, goh, ja, vouw op, ik maar ook hoor. Ik weet niet of jij er last van hebt. Nee. Ik ook niet per se. Dus ik dacht, ik ben gewoon heel benieuwd hoe ik erop ga reageren. Ja, precies. En waar is je boek straks te koop? Ja, volgens mij is de bedoeling in alle boekhandels en boekwinkels. En online natuurlijk ook gewoon. Hoe vet. Dan loop je gewoon, weet ik veel, de Bruna in of zo. Ja. En dan zie je gewoon je boek. Hoe raar is dat? Ja, dat lijkt me echt waanzinnig, toch? Holy. Nou, ik weet niet. Op dit moment voel ik nog niet helemaal het waanzinnige. Nee. Ik ben meer gewoon zo... Wow. Ja, jeetje. Oh. Ja, overmorgen is de boekpresentatie. Dus... ja, ik weet niet. Ik ben daar nu gewoon even naartoe aan het leven. En dan zien we wel of zo. Ik laat het ook een beetje op me afkomen. Ja, inderdaad. Maar hoe deel jij je week überhaupt? Want je doet inderdaad zoveel. Ja, nou je hebt een boek geschreven afgelopen 2 jaar. En doe je er al presentatiedingen. En, ja, per week. Ik leef oprecht met de week. Ja, dat moet wel. Omdat ik inderdaad... Ik heb helemaal geen vaste tijden of dagen of klussen of whatever. Het is gewoon iedere week anders. En I love it. Ik heb liever dat ik gewoon meer dan 40 uur onregelmatig werk dan 40 uur regelmatig. Ja. Dus 9 to 5, ik word daar heel doodongelukkig van. Heb je dat wel eens gedaan? Ja, bij BNNVARA dus. En het werk was heel leuk, oprecht. Maar toch merk ik nu, ik ben echt niet vies van hard en veel werken, maar ik vind het wel heel... Het allerlekkerste vind ik op maandagochtend in mijn eentje koffie gaan drinken ergens in de stad. Als iedereen zeg maar die week weer begonnen is en dat jij dan nog even niet hoeft. Dat is en nog, inderdaad. Snap je dat? Dat vind ik echt het leven. Wow, nou je het zegt. I love that. Dat is en dan vooral zo. In mijn eentje. Ja, gewoon lekker. Nou. Want dan hoef je ook niet van... Niemand hoeft iets van jou. Jij hoeft niet... Iedereen is weer de week begonnen. Ja, hup, weg. Ik vind ik echt fantastisch. Ik krijg een hele openbaring. Ja. Ja. Want ik heb ook mijn week. Het is echt chaos. Inderdaad, elke week is weer anders. Wat ook leuk is, hè? Superleuk. 100.000%. Echt, ik ben zo dankbaar. Niks negatiefs daaraan. Nee, maar dat die maandagen, dat zijn altijd echt zo'n dingetje van... iedereen is weer... naar werk en druk. Ja. En ik loop hier met mijn hondje buiten. Dan voel ik me extra vrij of zo. Ja. Ja. Vind ik echt fantastisch. Ja, zeker. Ja. Ook ga het even meer waarderen volgende maandag als ik dan weer loop. Van nou, kijk maar even lopen en mijn eigen tijd indelen. Want het is wel zo dat ik dan ook vaak denk, als die mensen daar dan om me heen zitten, denk ik, moeten die niet werken of zo? Ja. Ja, dat kunnen ze van mij natuurlijk ook denken. Ik denk dat dus ook altijd, dan moet je niet naar kantoor. Ja. Erg eigenlijk. Zo stom. Oh man. Hey, en ik zie hier op tafel een schildpad liggen. Ja. Vertel, wat is het? Oké, ik zal hem even pakken voor de camera. Zo, moet ik hem even aangeven? I have it. Ja, sorry. Nou, dit is Willem. Oh, hi Willem. En hij past ook altijd zo perfect, vind ik zo. Ja. In mij. Ja. Die heb ik dus van Joost gekregen, want ik haat alleen slapen. Ik slaap ook beter als ik samen met mensen slaap. En dat is... Met Joost sowieso chill, maar ook met mijn zussen of met vriendinnen. Ik vind dat gewoon, I love it. Ja. En Joost moet altijd super vroeg de deur uit om 6 uur al of zo. Och. En dat haat ik. En ik was altijd aan het zeiken van, moet je nu al gaan en ga nou niet en la la la. Dus toen op een gegeven moment heeft hij deze knuffel voor mij gekocht. Zodat hij dan dacht van, nou, als ik dan ga, dan geeft hij Willem altijd aan mij. Zo van, nou, dan heb je Willem nog. Oh, maar dat vind ik wel heel schattig. En Joost, de tweede naam is Willem. Daarom hebben we hem ook Willem genoemd. Daar. Ah, en ik vind Willem gewoon een vette schildpaddennaam. Ja. En ik moet je bekennen, ik heb Willem nu denk ik een half jaar. Maar ik voel me oprecht minder alleen met Willem in bed. Ja, echt? En Joost was ook dit weekend was hij weg. En dan denk ik, oh, lig ik wel lekker met Willem hier. Willem, lekker te chillen. Ja. Dus ja, ik zag hem liggen vandaag.
jullie hadden gevraagd of ik mee wilde nemen. En toen dacht ik, nou, neem Willem mee. Dan neem ik Willem mee. Oh, ik vind het heel leuk. Ja. Oh, wat een schat. Ja. Kun je gewoon bij de IKEA kopen trouwens. Nee, maar dit is Willem, hè. Dit is niet zomaar een, nee, oké, okay, deze is wel knuffel. Uniek, ja, inderdaad. Sorry. Heb je wel gelijk. Ja, jeetje, Mina. Ah, leuk. En naarmate je ouder bent geworden, heb jij iets geleerd of een les geleerd waarvan je denkt, nou, dit is echt wel even ja, mijn les voor mij, zeg maar? Ik denk dat de grootste les die ik misschien geleerd heb zelf, is dat je toch echt wel regisseur van je eigen leven bent. En dat is zeker makkelijker gezegd dan gedaan. Maar there is no other. Dus ik heb gewoon heel erg ontdekt dat soms wil ik heel graag in dit zin het leven. En jij waarschijnlijk ook. Dus ik weet nog wel dat ik ooit heel graag op mezelf wilde wonen. Maar zoals ik aan het begin van de podcast al vertelde, ik kan niet zelf douchen, ik kan niet zelf aankleden, bla bla bla. En toen ik bij mijn ouders woonde, hielpen zij mij. Of buurvrouw Ria, die al gepensioneerd was. Maar ja, je gaat niet op jezelf wonen om iedere keer weer die mensen op de stoep te hebben staan. Dat is precies niet waarom je op jezelf gaat wonen. I love my parents, maar ja. En toen weet ik nog dat ik het super graag wilde, maar ik wist ook niet helemaal zeker hoe ik het ging doen. Nou, uiteindelijk, lang verhaal kort, heb ik een zorgteam opgezet. Helemaal zelf. Vooral met studenten werk ik. En vanuit de zorgverzekeraar heb ik een persoonsgebonden budget. Daarmee kan ik hun betalen. En ik had geen idee wat ik aan het doen was. Ik moest ineens sollicitatiegesprekken voeren. Maar dat heb jij zelf dus bedacht? Ja. Van ik ga een zorgteam opzetten? Nou, ik was via in contact gekomen met iemand die dat had gedaan in Amsterdam. En toen heb ik haar gebeld. En toen heeft zij mij gezegd van ja, ik heb het zus en zo gedaan. Dus mocht je willen, kun je dat ook doen. Wat slim. Ja. En dan moet je gewoon inderdaad op internet zoeken naar studenten. Nou, je hebt een website, dat is www.nationalehulpgids.nl. Daar kun je een zorgvraag opzetten. En dan kunnen er aan de andere kant zorgverleners reageren. Oké, wat mooi. En toen heb ik daar uit mijn hoofd ben ik begonnen met 6 zorgverleners ooit. Die heb ik daar gevonden toen. En nou ja, op een gegeven moment, ja, dat ging gewoon heel goed. Want met hun maak ik dus ook per week een rooster. Omdat ik dus hele andere uren heb. Maar zij vaak ook als student. Ja. Oh ja, dus dat natuurlijk gaat gewoon top. Ja. En toen ben ik een half jaar geleden dus naar Amsterdam verhuisd. En toen dacht ik, ik heb nu best een bereik op social media. Ik dacht, ik zet het gewoon even op mijn TikTok. Nou, toen kreeg ik 200 aanmeldingen voor zorgverleners. Nee, joh, wat goed. Bizar. Oh, zo leuk. En aan de ene kant is het echt een kluif werk. Want ik moet even iedereen weer spreken. En je moet sollicitatiegesprekken voeren. En contracten opstellen. En roosters maken. En uren declareren. En budgetten bijhouden. En bla bla bla. Je bent gewoon echt een baas. Het is echt een baas. Oh. Maar in the end ben ik in control, snap je? Ik bepaal wie er 's ochtends als ik net wakker ben naast mijn bed staat. Ja. Wie er is als ik naakt onder de douche ben. Op dagen dat ik me niet zo fijn voel. En dat is weer dus dat regisseur van je eigen leven zijn. Ik denk gewoon echt, als ik naar mezelf kijk, ik word gewoon heel gelukkig van zelf keuzes kunnen maken. Dus zelf echt die regie houden en zelf dingen bepalen. En dat zit hem soms ook in hele kleine dingen als hoe ik mijn koffie wil 's ochtends. Hoeveel brood of boter ik op mijn brood gesmeerd wil hebben. Ja, voor mij zijn dat gewoon dingen die vind ik heel lekker om zelf te kunnen kiezen. Ja. En middels deze zorgverleners lukt dat dus. En aan de ene kant kun je zeker zeggen dat ik afhankelijk van ze ben. Maar tegelijkertijd woon ik ook alweer ruim 8 jaar dankzij hen op mezelf. Ja, precies. Dus dat is denk ik wel de levensles. Soms wil je iets heel graag, weet je niet of het lukt. Je hoeft het niet alleen te doen. Je kunt absoluut hulp vragen en probeer het gewoon. En uiteindelijk ben jij ook de enige die dat echt, ja, toch echt kan doen. Ja. En dat is zeker eng en het gaat absoluut met vallen opstaan. Want dit heb ik nu een notendop verteld, maar dit ging natuurlijk niet zonder slag of stoot. Nee, tuurlijk. Maar in die end denk ik wel gewoon dat als je echt iets heel graag wil, dat jij toch echt degene bent die het moet bewerkstelligen. Ja. En de weg naartoe is zeker niet altijd makkelijk. Maar jij hebt toch. Maar jij bent de enige die het kan doen. Ik vind het mooi dat je dit zegt, want ik zeg dit dus ook heel vaak gewoon op socials of zo. Van, joh, jij bent de, je hebt de regie eigenlijk in handen. Jij bent gewoon de. En ik heb niet eens handen. Ja. Nee, ja, moet je nagaan. Nee, ja, jeetje. Maar het is wel echt zo. Ja, maar het is echt zo. Het en heel veel mensen beseffen zich dat niet. Die laten zich maar een beetje leiden en, ja, en leven. Tuurlijk, en ik ben ook wel eens boos en verdrietig. En je moet dan die emoties wel eruit laten. Dus weet je wat, het is niet alleen maar roze geuren, maneschijn en we gaan ervoor en let's do this. Nee. Dus het is soms ook gewoon even kut. Ik weet niet of dat mag zeggen hier. Ja, tuurlijk. Het is soms gewoon kut. Ja. En, maar dat is ook niet hoort erg. Erbij. Maar je moet daar ook, ja, het is wel de kunst gewoon om er niet te lang te blijven hangen. Ja. En dan dus te kijken, oké, maar hoe kunnen we van kut naar weer leuk? Precies. Ja. En dat is niet super makkelijk, maar dat is wel te doen in de meeste gevallen. Ja, zeker. Ja. Maar en zo'n zorgteam, ik ga nu helemaal, ik heb allemaal vragen meteen. vond je dat in het begin dan niet heel spannend? Dat je toch, het is toch een vreemd iemand die dan in één keer. Nou, dat vond ik niet zo spannend, ook omdat ik wel gewend ben om hulp te ontvangen. Ja, oké. En mijn doel was vooral op mezelf wonen. Dus ik was niet per se bezig met dat er dan een wild vreemde in me misschien kwam douchen. Maar dat ik meer dacht, oké, ik moet wel zorgen dat ik over een uur
klaarstaan om de deur uit te gaan. Zo, okay. Dat was zeg maar het doel. Ja, ja, ja. En ik weet ook nog super goed, maar ik ben in Nijmegen begonnen. Ik kom uit Groesbeek, een dorpje naast Nijmegen. Daar woonden mijn ouders nog steeds. De eerste week dat ik in Nijmegen woonde en een week mijn ouders niet had gezien, maar wel overal aangekleed, gedoucht en wel op afspraak kwam. Ja, dat was de ziekste overwinning ever. Kan me voorstellen. En dat gegeven was gewoon het ultieme, zeg maar. Dus dat moest ook lukken. Dus het was meer spannend dat dat ging lukken dan dat ik dus... Ja, nou dat... En wat ik al zei, ik kies ook zelf uit de zorgverleners. Dus dat scheelt gewoon ook heel erg veel. Ja, dat je niet zomaar een wildvreemde echt in één keer naar je bed hebt staan. Ik heb bijvoorbeeld liever niet dat ik door een man die ik niet ken wordt geholpen. Vind ik toch minder prettig, snap je? Dus ik was al lang blij dat ik zelf kon kiezen dat alleen maar meiden waren. Ja, precies. En dat is ook weer die eigen regie. Ja. Mooi gezegd. Ja. Hey, en voor de luisteraars, ik vraag het ook aan allemaal gasten. Heb je ook nog een les voor de... Ik vind het eigenlijk wel een hele mooie les. Gewoon de regie over je eigen leven in handen. Maar... Even denken of we nog een beknopt lesje kunnen meegeven. Een kleintje. Ja. Nou, misschien is het nog een leuke om over na te denken dan voor de luisteraar. Ja. Ik heb ooit van mijn psycholoog geleerd, je hebt een wie en een wat. En de wie is heel erg Eva, die van leuk kleding en oorbellen en make-up houdt en van feestjes. En ze is extravert en ze is echt een familiemens en ze houdt van autorijden. En de wat is heel erg dat ik een vrouw ben en dat ik blauwe ogen en blonde haren heb en een witte huid en inderdaad onvergroeide ledematen. En dit zijn twee dingen waaruit je kunt leven. Je kunt dus heel erg vanuit je wat leven. Dus ik zou ook heel erg kunnen leven vanuit mijn beperking. En dan ga ik dus eigenlijk alleen maar kijken naar wat kan ik niet? Of hoe kan ik dit doen? Of, maar je kunt ook gewoon denken, oké, Eva wil op zichzelf wonen. En dat is wat we gaan doen, omdat Eva dat wil. Ja, en natuurlijk, die wat, die maakt dat een beetje uitdagender. Maar dat is een bijzaak, snap je? Dus Eva wil iets, de wie. En dat is het belangrijkste. En die wat heeft daar zeker effect op, maar die is niet leidend, snap je? Die is niet. Ik had ook kunnen denken vanuit de wat, ja, ik kan niet zelf douchen, dus ik ga maar niet in mezelf wonen. Ja, dat soort dingen. Maar dan had ik veel meer vanuit mijn wat gedacht. Ja. Dus je kunt misschien een keer nagaan bij jezelf, wat is je wie en wat is je wat? Wat zijn de onderdelen die daarbij horen? En vanuit waar baseer je je keuzes dan? Ja, ik denk dat je als mens gelukkiger wordt als je dus vanuit de wie leeft. Wat een mooie les. Ja, is dat dit een goede slot? Dit vind ik een hele goede. Ja, absoluut. Zo de beste die we ooit hebben gehad, denk ik. Niet overdrijven. Nee, joh. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor vandaag. Jij ook. Ik vond het heel gezellig. Ja, ik ook. Ik vond het echt heel erg leuk. Gelukkig. Vond je nou ook een leuke aflevering? Vergeet dan niet om de Spotify aflevering 5 sterren te geven. En op YouTube een duimpje omhoog. Wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Doei!